Hier onder mij zit Jorren en ik ben Niels en wij zijn onderdeel van Solid Tree. Ja, Tree, we zijn met z'n tweeën, we missen er eentje, onze zangeres. Maar dit is dus ook een zijspoor. Hè. Het verhaal van Mariette, wat ik hoorde, en het project waar ze mee bezig was. Ze vroegen ons om op te treden op de boekenpresentatie. Daar konden wij niet volledig aanwezig zijn. Dus we zeiden eerst van, ja, helaas. Maar het liet me niet los. Op een goede zaterdagavond dacht ik, ja, zoals Mariette vertelde, heb ik een nummer geschreven. En 's nachts om 1:30 doorgeappt. En ik kreeg nog antwoord ook, 's nachts om 2:50. Dus, met Mariette ga ik uit de comfortzone, want normaal speel ik thuis gitaar zittend op een stoel. En met Solid Tree zit de meest lokker op een kruk. Maar ik ga erbij staan. Gouden zonnestralen verwarmen mijn hoofd. Zonder gevoel van binnen verdoofd. En terug aan die tijd, school en het plein. Safe by the bell voor even geen pijn. Tranen achter mijn glimlach, niemand die ze ziet. Ook niet mijn moeder toen ik de voortuin verliet. Blijf in beweging, kijk niet achterom. Het regent in mijn hart en alleen ik weet waarom. Zichtbare schoonheid verborgen, was in die tijd toen niet anders. Van gisteren, vandaag naar morgen, en nu is het echt anders, krachtig anders. Niet zonder meer, maar toch verleden. Is die tijd van toen, geef kracht in het heden. Recht uit het hart, kijk ik vooruit. Nog even achterom, voordat ik besluit. Ik ben wat ik geloof, geloof in mijn kracht. Dat ik kan wat ik wil en krijg wat ik verwacht. Alles is mogelijk zolang je maar weet. Wat gisteren was en morgen de toekomst heeft. Zichtbare schoonheid geborgen, was in die tijd toen anders. Van gisteren, vandaag naar morgen, nu is het echt anders. Krachtig anders.